is wel duidelijk. Een zigeunerfamilie. Tegenwoordig zeggen we geen zigeunen meer, maar Sinti of Roma. Ik ga ze aan jullie voorstellen. Accordeon, Theo. Cimbaal, Johnny Lincoln. Daar weet ik heel iets moois op. Kinderen die bij Roma's of bij Sinti's geboren worden, krijgen ze dan een kleine viooltje of gitaar mee in de wieg. En als ze dan later ouder worden, dan mogen ze kiezen om een violist te worden of een gitarist te worden. En Nello, hoe oud was jij toen je viool ging spelen? Ik was 2,5. 2,5? Ja. En toen kon je echt viool spelen? Nee, dat heeft een half jaar geduurd. Toen ik heel klein was, een kleuter, toen hield ik ook al van boekjes maken. Ik zat altijd op mijn kamertje met een pak papier, deed een kloddertje lijm op de rand, blaadje erop, weer een kloddertje lijm, weer een blaadje. Net zo lang tot het een beetje een boekje werd. En dan ging ik er zogenaamd een verhaal in schrijven. Ik kon nog helemaal niet schrijven, ik was een kleuter, met krulletters. Maar verzinnen kon ik al wel. En als ik het hele verhaal had verzonnen, dan deed ik er een kartonnetje op, maakte een tekening en dan klapte ik in mijn handen. En dan zei ik tegen mijn knuffels en mijn poppen, allemaal in de kring, ik heb weer een nieuw boek af en dat ga ik nu voorlezen. En dan zette ik al mijn popjes en mijn knuffels om me heen. Ging zo zitten en dan deed ik net of ik las. Maar ik was heel streng, want ik zei, denk erom hoor, ik lees jullie nu voor, maar oh wee als jullie er doorheen praten. Dan doet Carrie Slee dit boek onmiddellijk dicht. Maar mijn knuffels waren heel braaf. Die spraken er nooit doorheen. Jammer genoeg, toen ik 12 was, heb ik mijn kamertje opgeruimd. Al die kinderachtige spullen moesten eruit. Ik heb al die boekjes weggegooid. Anders kon ik ze jullie nu laten zien. Nello, dat viooltje van jou toen je 3 was, dat heb je zeker ook niet meer. Ja, die heb ik niet. Heb je wel? Ja. Willen wij dat zien? Ja, dat willen wij graag zien. Er komt wel een heel klein koffertje. Nou. Schrijven en muziek maken, ja, dat is natuurlijk wel op heel veel dingen verschillend. Maar er zijn ook overeenkomsten. Als ik iets heel verdrietig schrijf, dan breng ik jullie in een bepaalde verdrietige sfeer. En dat kan met muziek ook. Sven wordt van school gestuurd, terwijl hij niets heeft gedaan. Ik ben weggestuurd, denkt Sven.
als hij de school uitloopt. Iedereen stuurt me weg. Arnoud, Haki, Bart, Roosmarijn. Hij heeft het gevoel dat zijn leven elk uur verder afbrokkelt. Hij pakt zijn fiets en rijdt naar huis. Hij kan zijn stuur niet eens recht houden. Het is alsof hij geen contact meer heeft met zijn lichaam. Alsof hij elk moment de afgrond in kan rijden. Het wordt nu wel heel somber, hè? Kan het nog een beetje somber, Nello? Somberder. Nog somberder. Kan dat? Tot ze huilen. Sven heeft net gehoord dat zijn ouders dit jaar maar eens niet op zijn verjaardag komen. Ach, ze vinden het veel belangrijker om met zijn broertje mee naar zwemtrainen te gaan. In zijn gedachten ziet Sven zichzelf wakker worden. Op zijn verjaardag. Niemand die hem feliciteert. Niet eens een cadeautje. En dat vinden zijn ouders normaal? Hij vraagt zich af wat het nog voor hem betekent. Helemaal niks. Hij bestaat niet eens voor ze. Het gaat hun alleen om Lennart. Als Lennart jarig was, dan zouden ze nooit weggaan, dat weet hij zeker. Het gesprek tussen Lennart en zijn vader gaat gewoon door. Dus ik verwacht van jou dat je je niet voor 100, maar voor 1000% inzet. Ja, pap, antwoordt Lennart. Ik wist wel dat ik op je kon rekenen. Zijn vader slaat een arm om Lennart heen. Als ik jou niet had, jongen. Nu kan Sven er niet meer tegen. Hij staat op en loopt de kamer uit. Hij ziet zichzelf de hele tijd voor zich. Op zijn verjaardag. Helemaal alleen. En dan lijkt het me eigenlijk leuk als jullie nu ook mee gaan doen. Is er iemand in de zaal van jullie die heel vrolijk kan kijken? Heel vrolijk gezicht kan trekken? Even kijken. Wie kan een heel vrolijk gezicht trekken? Oh, ik geloof daar. Daar zie ik een vinger. Wacht even hoor, daar moet ik naartoe. Ik moet even naar dat vrolijke gezicht. Sorry hoor, daar. Daar zie ik nog meer vingers. Ja, een heel vrolijk gezicht. Wil jij even op je stoel gaan staan, zodat we het allemaal kunnen zien? Ja, laat je maar even goed zien aan iedereen in de zaal. Zien jullie het? Een heel vrolijk gezicht, ja. Heel mooi, heel mooi. Is er nu iemand die heel somber kan kijken? Somber. Jij, daar wil ik ook even heen. Mag ik even door? Ja, ik moet er naartoe hoor. Ik moet dat sombere gezicht van heel dichtbij zien. Ik kan er niks aan doen. Jij, wil je ook even op de stoel gaan staan? Heel somber, jongens en meisjes en vaders en moeders. Even ronddraaien. Ook naar boven. Ja, heel somber hè. Oh, wat denk je aan als je zo somber gezicht trekt? Denk je dat? Nee. Nee, als ik dat zie, dan denk ik, oh, je hebt vast straf gekregen. En je had niks gedaan. Dan word je heel somber, hè? Wie van jullie, nou komt er iets heel moeilijks, kan nou kijken alsof die heel erg kiespijn heeft? Daar moet ik erin, ja. Ja, dan moet ik er toch weer helemaal door, ja. Niks aan te doen. Ik wil naar dat kiespijngezicht toe. Heel erg kiespijn, hè? Ja, daar? Ja, daar kom ik aan, hoor. Even kijken of het echt waar is. Dan moet je even boven op de stoel gaan staan, hè? Dat we het allemaal goed kunnen zien. Oh, ja. Draai eens om. Even naar de achterkant ook. En naar boven. Ja. Kiespijn, hè? Ik krijg er bijna zelf kiespijn van. Zien jullie het goed? Blijf maar even staan. Ja? Nello, als jij dit gezicht ziet, hè? Heel erge kiespijn. Kan jij daar muziek bij bedenken? Wel, hè? Voelen we hem? We zijn al heel lang niet naar de tandarts geweest, zo te zien. Komt er nog één hoor, met heel erge kiespijn. Mag ik er even door? Ja, even kijken. Laten we ook even aan iedereen zien. Zo. Ja, ze gaat al staan. Heel erge kiespijn.
Laat je zien aan iedereen. En ook naar achteren, naar boven. Mooi, hè? Ze is gisteren nog naar de tandarts geweest. En vandaag zulke kiespijn. Nou, dat klopt niet hoor, die tandarts. Die moeten we opbellen. Nello, nou heb ik nog een ideetje. Als jij nou straks met het orkest bepaalde muziek maakt, een bepaalde sfeer. En dan gaan wij hier luisteren en dan gaan we raden wat voor sfeer het heeft. Oké. Oké? Oké. Moeten we eerst goed naar de muziek luisteren natuurlijk, hè? Is dit kiespijn, jongens? Wie heeft een idee wat dit is? Jij? Kerstmis. Kerstmis hoor ik hier. Wie heeft er nog een ander idee? Mag ik er even langs, want daar zie ik een vinger. Daar moet ik natuurlijk naartoe. Ik moet daar nog even naartoe hoor. Ja, sorry. Volgens mij heb jij ook een hele mooie. Waar denk jij aan? Nello, ja, ik ben heel lastig vanmiddag hoor. Ja. Maar ik vind het nou zo spannend als ik nu een eerste zin van een verhaal bedenk. En die ga ik zo aan de kinderen vertellen. En dan maak jij muziek en dan gaan wij met z'n allen op die muziek bedenken hoe zou dat verhaal nou verder gaan. Kunnen we, hè? Kunnen we, met z'n allen. Toen Angela beneden kwam in de kamer en de lege stoel zag, wist ze het meteen. Toen Angela beneden kwam in de kamer en de lege stoel zag, wist ze het meteen. Gaan we eerst even luisteren. Wat Angela wist. Jij hebt een idee. Zeg het eens. Ze wist meteen dat ze jarig was. Ze wist meteen dat ze jarig was, hoor ik hier. Klopt, hè? Nou gaan we het spannender maken. Nog spannender. Want er moet iets gebeuren, hè? Ze wist meteen dat ze jarig was. En wat gebeurde er toen? Wie kan dat bedenken? Ja, ik zie daar vingers, hoor. Daar moet ik naartoe. Ja, sorry, meneer. Ik moet er echt langs, hoor. Ik wil weten hoe dit verhaal verder gaat, ja? Wie wist het? Wie wist het? Jij. Jou heb ik nog niet gehad. Dat de vader verdwenen was. Dat de vader verdwenen was? Oh, dat wordt een verdrietig verhaal, jongens. Ze is jarig en ze weet dat de vader verdwenen is. Hoe moeten we dit nou goed krijgen? Want ja, dat vind ik eigenlijk een beetje een verdrietig verhaal, hè? Ik zie daar vingers. Daar zie ik nog een vinger. Wie weet het nog meer? Ja, jij. Jij hebt ook een vinger omhoog. Hoe kan het verhaal verder gaan? Dat ze geen cadeautjes zou krijgen. Ze zal geen cadeautjes krijgen, hoor ik hier. En als je een verhaal schrijft, wordt het eerst allemaal heel verdrietig. En nu moet het een beetje goed komen, hè? Hoe kunnen we dat oplossen? De vader ging naar het asiel om een hondje te halen. De vader was er niet. Waarom niet? Hij ging naar het asiel om een hondje te halen. Prachtig einde. Prachtig. Dank je wel. Wel een hele lieve vader, hè? Nu denken jullie natuurlijk dat jullie alle muzikanten hebben gehoord en gezien. En dat is in een boek ook altijd zo. Als je op de helft bent, denk je, ja, nou weet ik wel wat er allemaal in voorkomt. Maar dan zorg ik er meestal voor dat er nog een verrassing is. En dat heeft het orkest nu ook gedaan. Er is één iemand die jullie nog niet gezien hebben en ook niet gehoord. En dat is Koen. Koen, ben je daar nog? Oh, jullie zijn al bezig. Ja, Koen. Jongens, meisjes.
hij een hartelijk applaus krijgt, hoor. Ja. Ja. Want nu Koen er is, nu moet het gebeuren, hè? Nu we er allemaal zijn. Nu wil ik dat de taal en de muziek elkaar gaan versterken. Net als in een film heb je soms een heel spannend stuk. En dan komt de muziek bij en dan wordt het helemaal eng. En dat wil ik nu ook. Ik wil jullie zo een stukje gaan voorlezen. En dan wil ik eigenlijk vragen of het orkest mij daarin gaat versterken met de muziek. Zeg jij weer wanneer ik moet beginnen? Door Dave bedreigd. En waarom? Alleen maar omdat hij Turks is. Als Murat bij het hek op zijn fiets wil stappen, blijft hij als versteend staan. Aan de overkant van de straat staat Dave met twee vrienden. Hij ziet dat Dave zijn vrienden aanstoot, dus ze komen voor hem. Murat hoopt dat ze dit alleen maar doen om hem bang te maken. Alsof er niks aan de hand is, rijdt hij weg. Maar hij is wel op zijn hoede. Aan het eind van de straat gluurt hij achterom. Nu is het duidelijk. Ze volgen hem. Als ze een eindje verderop nog achter hem rijden, raakt Murat in paniek. Wat willen ze van hem? Hij moet zijn zusje halen. Stel je voor dat ze haar iets aandoen. Er gaat een rilling door hem heen. Ze mogen niet weten op welke school zijn zusje zit. Ze moet maar even wachten. Eerst moet ik dat stel zien kwijtraken. Hij slaat gauw rechtsaf en rijdt in de richting van de brug. Eigenlijk moet hij hier naar links, maar hij gaat rechtdoor. Het besef dat ze hem op de hielen zitten maakt hem bang. Ja, als Dave alleen was, ja, dan kon hij hem wel aan. Maar Dave heeft die vrienden vast niet voor niks meegenomen. Murat ziet in een winkelruit dat ze vlak achter hem zitten. Hij moet ze kwijtraken. Hij neemt een sprint. Het stoplicht springt op rood, maar hij race door. Als hij achterom kijkt, ziet hij dat die drie ook door het rode licht rijden. Rot op, denkt Murat. Ik heb jullie toch niks gedaan? Niets helpt. Of hij nou voor een taxi langskrost of zich achter een bus verschuilt. Ze blijven hem volgen. Murat raakt er steeds meer van overtuigd dat ze iets van plan zijn met hem. Anders waren ze toch al lang omgedraaid. In paniek slaat hij linksaf en dan meteen weer rechts. En weer links. Murat steeds kriskras door de stad. Hij weet niet eens meer waar hij rijdt. Deze buurt kent hij helemaal niet. Hijgend schiet hij onder een poortje door. Dan kijkt hij achterom. Hij durft het bijna niet te geloven. Maar het lijkt erop dat ze weg zijn. We hebben nou toch wel alle emoties gehad, hè? Boos, verdrietig, vrolijk, somber. Ik kan er geen een meer bedenken. Jij? Volgens mij ben je een hele belangrijke vergeten. Een belangrijke? Wat dan? Nou, verliefdheid natuurlijk. Verliefd? Ja, natuurlijk. Dat gaan we doen, hè? We gaan verliefd. Ik heb een stukje geschreven in Kappen over Indra en Sander. Die verliefd zijn op elkaar, zonder dat ze het van elkaar weten. En dan ga ik nu wat voorlezen. Sander bladert in zijn schrift. Kijk nou eens naar deze bladzij. Wat zie je dan? Een tekeningetje dat je uit verveling onder de les hebt gemaakt, zegt Indra. Sander bloost. Dat tekeningetje heeft hij gemaakt toen hij weer eens over Indra zat te dromen. Sinds hij verliefd is, staan al zijn schriften vol tekeningetjes. Je kunt precies zien wanneer het is begonnen. Het gaat nu niet om de tekeningen, zegt Sander, maar om de som. Kijk goed, wat valt jou dan op? Dat er een heel leuke jongen naast me zit, zegt Indra.
Wacht eens, Nello. Kan het even stoppen? We kunnen het nog mooier krijgen. Als jullie nou eens allemaal heel verliefd gaan kijken. Dan hebben we verliefde muziek. We hebben een verliefd stukje wat ik voorlees. En allemaal verliefde gezichten. Ook van het orkest en van mij. Denken jullie dat je dat kunt? Nou, wie niet weet hoe dat moet, hè? Die kijkt even naar Koen, want die kan heel goed verliefd kijken. En dacht je dat onze leraar zo'n antwoord goed rekent? Vraagt Sander. Nee, maar jij wel. Indra schuift dichter naar Sander toe. Jij bent nu toch mijn leraar? Ik ben nog veel strenger dan Poelenburg. Sander prikt met zijn vinger in Indra's buik. Hup, reken die som uit. Nee, dat moet jij doen, zegt Indra. En als Sander het niet doet, begint ze te kietelen. Hou op, ha! Sander rolt van de lach op. Ik doe alles wat je vraagt. Nu houdt Indra op met kietelen. Alles? Sander knikt. Zeg maar wat ik moet doen. Dat weet jij heus wel. Indra slaat een arm om zijn hals. Sander kijkt eraan. Ze voelen beide de spanning. Toe dan, denkt Sander. Waar wacht je nog op? En dan buigt hij zijn gezicht naar Indra toe. Bijna raken hun lippen elkaar als Indra opspringt. Daar heb je mijn ouders.